Hoi, ik ben Jada. Hoi, ik ben Madelief en wij hebben Carla geïnterviewd over de Tweede Wereldoorlog. Veel kijkplezier. Heeft je vader het overleefd? Mijn vader heeft het overleefd, maar die is wel na de oorlog gearresteerd. En zijn bazen zeiden in de oorlog, ga jij dan maar lekker werken, wij houden jou de handen boven de kop. Er is niks aan de hand. Maar toen de oorlog voorbij was, toen waren er van die felle mensen in de omgeving. Die zeiden, jou pak ik. En ja, dus toen is hij geïnterneerd in Vught, een aantal jaar. En wij waren helemaal alleen, mijn moeder met haar kindertjes, zonder inkomst of zonder iets. Ja, zeg het eens. Hoe oud was je in de oorlog? Ik ben van 5 jaar voor de oorlog geboren, dus dat kan je wel uitrekenen dan, hè? Heeft u zelf ook moeten onderduiken of niet? Nee, ik heb niet hoeven onderduiken, nee. Maar ja, ik weet wel dat als kinderen uit de klas of uit school iets met mij wilden, dat die anderen zeiden, nee, niet doen, de vader is bij de politie, handen thuis, niet handen afhouden. Heeft u trauma's aan overgehouden? Ja, absoluut. En daar heb ik een paar jaar geleden bij de GGZ EMDR-therapie voor gehad. Maar tijdens de EMDR-therapie kwam er naar boven dat ik een lelijke ziekte onder de leden heb. Dus toen zei ik, nou, dan stop maar even met die therapie. Dan gaan we met die ziekte maar verder. Ja? Wat is jouw mening van de oorlog? Dat het nergens toe doet. Er is overal in de wereld oorlog momenteel. Hè, in Oost-Europa, kijk maar, en in Syrië en al die landen. En wat gebeurt er? De zaak wordt in elkaar gegooid. En er wordt vrede gesloten, hopelijk, na een aantal jaren. En dan gaan we het weer opbouwen. Wat is uw uitleg van heel de oorlog? Wat u allemaal heeft meegemaakt, is het meeste bijgebleven? Het meeste bijgebleven is mij... Ja, dat is een hele goeie. Dat ik me heel veilig voelde bij mijn vader. Want die had een revolver. Dat is me bijgebleven. En dat hij, als er een bombardement was, dan werd er eerst luchtalarm gegeven. Hè? Zoals je nou op de eerste van de maand hoort. Het luchtalarm. En dan moesten wij op school onder de bank gaan zitten. Want dat was het veiligste. Dus dat luchtalarm, dat was ook, dat is nou nog niks. Nou ben jij in de beurt. Weet je het nog? Ja, waarom hoeft u niet onder te duiken? Ja, ik denk omdat wij ergens veilig waren. Ik weet het niet. Dat heb ik nooit gevraagd. Oh, okay. Heb ik nooit gevraagd, ook niet aan mijn vader. Mijn vader kwam terug van die internering. En die zei, nou, vanaf heden wordt er nergens meer over gesproken. Vanaf nu is het ik en de rest kan stikken. Dus ik denk dat die heel veel mensen, en dat weet ik nog van de naoorlog, dat er heel veel mensen bij mij thuis kwamen, bij mijn moeder, om te bedanken voor datgene wat mijn vader voor hun gedaan had in de oorlog. Eén meneer weet ik nog met naam en toenaam. Ja, jullie zijn allemaal jij nog niet geweest, hè? Heeft hij nog kinderen? Ik heb 3 kinderen, ja. En ik denk dat die er ook een tik van gehad hebben. Voor mijn gedrag. Ik heb de middelste kind gevraagd of die zin had om mee te gaan. Maar die heeft een PTSS overgehouden aan iets anders. En die zegt, nee, want dan breng ik mijn honden mee en dan zullen jullie allemaal door afgeleid worden. Dus, geen kind vandaag. Wat heeft de oorlog met jouzelf eigenlijk gedaan? Met mijzelf, ja. Dat ik op dit moment met heel weinig tevreden ben. Oh ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!